Goeiedag Volkie. We zijn weer op pad. Ja, en hoe op pad? Het regent piepenstil. Toen was er in één keer een idee van, jongens, als het zo regent, dan moeten we toch eens kijken wat er met water doet. En toen zei toen kwam er een bij me en die zegt, ik weet wat moois. En dat was Henk. En ik, wat is er Henk? Ik heb wat moois. Die man die als dan de meest belangrijke man van het jaar in het ronde gooit in Hogevenen, die heeft ook nog wat bij huis. Daar binnen wij nou. En wat heb je hier? Een hele mooie grote loods. Vol dingen wat allemaal met water te maken heeft. Want het is een soort scheepsmuseum, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Maar dan zeg je die man. Maar het is zo, wij zijn de stichting de Drentse Praam. En daar is dus deze collectie van. En die zegt een regenachtige dag, we willen daar heel blij mee bent. Want mensen die varen willen, die zijn waterneurig. Dus als er zo nou nog eens flink wat water valt, dan worden we hartstikke blij mee. Want als we een wiel onder schip maken, dan wordt niks, hè? Nou, maar kijk, dus het is een stichting. Ik zeg wel die man. Maar kent jullie deze man? Wie is deze man? Dit is een raadplaatje, hè? Nou, ik ben Albert Wolding. Kijk, en dan gaan we het volgende. Kent jullie deze man? Ik niet, maar ik vraag ze. Wat is uw naam? Ik ben Otto Veenstra. En dat is die doornige man, die is ook ambassadeur van de stichting, kan ik het zo noemen? Hij is lid van de stichting van de werkgroep. Ja, maar ook ambassadeur, hè? Absoluut. En dan hebben we er nog een, hè? En ik ben Jan-Gerrit Koster. Jan-Gerrit Koster. Dat is hier niet ver in de buurt, volgens mij. In Hogeveen. In Hogeveen, hè? Nou, zien we. En dan gaan we het met z'n allen over hem. Hier, over de zeg nog eens, de praam? De stichting heet de Drentse Praam. De Drentse Praam. En wat is nou precies een praam? Een praam is een houten schip. En die werd met name in de 19e eeuw, dus zeg maar vanaf begin 1900 tot eind 1900, werd die gebruikt voor vooral het vervoer van turf hier in de regio. Nou, iedereen weet dat hier in Hogeveen veel turf is afgegraven. En die schepen die werden daarvoor gebruikt. En deurde niet er ook nog wat met? Met die turf niet. Nee, gooi je niet in de kachel? Nee, het is niet in de west. Oké, maar je bent wel druk bezig met die scheepsbouw? Ja, zeker. Ja. Maar we zijn nog niet zo ver om schip te bouwen, maar dat is wel de bedoeling. Nou ja, je hebt een heel mooi schip, toch? Dat vind ik wel, ja. Maar iedere schipper vindt zijn eigen schip mooi. Al is het nog zo'n akelig, lelijk ding. Hè? Het is gewoon, dat is de smaak van de schipper. Dat bepaalt van wat vindt hij dus mooi. Maar ik vind dat ik een mooi schip heb. En het is zo, als je een echte schipper hebt, die zegt ook van, dat is een mooi schip. Er zit mooi wat zeer in. Dus dat is een stoer uiterlijk, heeft dat schip. Vindt het Nederlands woord. Dan komen we zo op terug. We stonden net achter de bar. Daar hebben we het even over gehad. En ik ben schipper, hè? Ik ben een mooi weerschipper, heet dat, hè? Als je in de binnenvoort vaart, dan ben je een echte schipper. Maar ik ben eigenlijk alleen maar een recreatieschipper. En dat noemt de binnenvoortschipper een mooi weerschipper. Kijk, en dat doe je hier in de buurt van Hogeveen? Ik vaar hier in de buurt van Hogeveen. Maar goed, met het schip wat ik heb, daar vaar ik heel Nederland mee door. En dan kom ik mee in België en dan ben ik mee in Duitsland de West. Zelfs in Frankrijk. Maar op dit moment vaar ik in hoofdzaak in Nederland. Oh, dat is wel mooi, jongens, hè? In Nederland. En dan kunt er een groepje of zo die als met hoe mee kunt varen? Ja, maar dat is in mijn verhaal apart, hè? Oh, Albert, dan heb ik eerst nog een vraagje. Hoeveel kunt er in dit bootje dan? In dit bootje? Ja. Nou, dan moet je met de mannen veren dus klaar weten. Want ik bedoel, dit is eigenlijk een zeilsloep. Je rolt een hele grote mast op te staan, maar die mast die is zo hoog, die kan hier amper aan onder het dak staan. Dus die heb ik er niet op zitten. Maar dit is dus een mooi klein recreatiebootje. Mijn eigen schip is een beetje groter. Maar hij is waterdichter. We hebben hem de laatste jaren niet in het water gehad en holt dat krimpt altijd. En het kan best wezen dat hij dus op dit moment lek is. Maar dat is ook wel typisch voor een Hogeveens schip, hè? Want ik ga nou weer verder. We hebben de stichting Drentse Praam. En met die Drentse Praam willen we dus graag een praam gaan bouwen. Nou, die pramen die ze dus vroeger hadden, die dingen die waren altijd lek.
Het is zo van, als die schippers in de kade lagen, dan waren ze altijd bezig om die ding dichter te maken. Tegenwoordig, dan doen ze er veenmos op de noorden tussen, of ze gooit wat breeuwen. Maar toen... Oh, wacht even, dat is... Oh, die gooit me te snel, dat is een moeilijk woord. Breeuwen. Breeuwen. Nou, dat is een soort van koord op de noorden ertussen maken, met teer om een water dichter te maken. Juist, dat heb ik wel eens gezien, maar ik wist niet hoe was het heette. Nee, nou, dat is een... Breeuwen heet dat, ja. Ja. Dus, maar goed, het is zo, met die boot van mijzelf door wil ik dus, doe ik dus vaartochten met voor de Drentse praam. En dat bent vaarfietstochten. En daar ben we afgelopen weken boven over het eerste met begund. En dat doen we in de maanden juli en augustus iedere dinsdag. En dan varen we met gasten van Echten naar de brug van de Kromme Jakken. En dan moet me niet kwalijk nemen, dan ben ik de namen van dat bootje vergeten. Het schip eigenlijk. Hoe heet dat nou? Dat schip worden met de varen wordt, dat heet Kaland. Hoe kon je op die naam Kaland? Nou, dat heb ik zelf niet bedacht. Maar ik kan het u vertellen. Dat schip, dat is dus... Vroeger is dat gebouwd om zeeschepen te bevoorraden in Rotterdam. En weet je wel hoe als Rotterdam tot zo'n grote wereldhaven geworden is? Nee. Ingenieur Kaland, die heeft een ontwerp gemaakt dat ze een kanaal aangang leggen vanaf Hoek van Holland naar Rotterdam toe. En dat is de Nieuwe Waterweg. En het is zo door mee, zeg maar, heeft hij dus eindelijk Rotterdam groter gemaakt. Maar Kaland is roemloos gestorven. En waarom? Hij was een trendsetter. Hij was de eerste in Nederland die een project voor de overheid uitvoerde wat budgetoverschrijdend was. Dus het kostte veel meer dan dat dus, zeg maar, het uiteindelijk begroot was. Nou, hij is een roemloze door de sterven, maar inmiddels zie je er wel een standbeeld voor hem. En dit schip, omdat het eigenlijk een heel Rotterdams bootje is, hebben ze dat Kaland genoemd. En dat zie je dus met zulke koeien letters die er dat opbelast. Toen als ik hem kocht, en dat is inmiddels 32 jaar geleden, toen stond er dat op. Hij heeft nooit anders geheten. En dat ziet er nou nog op. Dat moet je ook niet veranderen, want dan kom ik hem op schippersbijgeloof. Als hij de namen van een schip verandert, hè, brengt altijd ongeluk. Dus hij heette Kaland en tot in lengte vandaag blijft dat schip de Kaland heen. Ja. En met dat schip wordt hier leuke vaartochtjes met te maken rond Hogeveen. Ja, rond Hogeveen dat wil niet. Hè. Je kunt, zeg maar, het is ook geen rondvaartboot, het is een heen en weer vaartboot. Kijk, dat is toch weer een nieuwe term, jongens. Want meestal heet het een rondvaartboot. Maar in Hogeveen hebben wij wat aan. Dat heet dan zo. Dat is exclusief. Het is zo, wij vaart dus, wij starten in Echten, binnen Molenhoeve. En de mensen die als morgens goed varen, die fietsen van haar, die wordt op een aanhangwagen gezet. En die wordt naar de bruggen van de Kromme Jakken getransporteerd. Maar er is ook een groep, die giet morgens giet die fietsen. En die gaat 's middags varen. Maar dan tussen de middag, dan komen ze bij Rensen Schonewulle op zijn mini-camping, dan krijgen ze allemaal een lunchpakketje. En dan wisselt het dus. Dus dan gaat de mensen die dus morgens de fiets hebt, die gaat de fietsen wordt in de kar gezet, wordt naar Echten gebracht en die vaart dan terug. En de mensen die 's morgens een start bent met fietsen, die krijgt eerst koffie en gebak bij de Molenhoeve. De mensen die 's middags fietst, die eindigt met koffie en gebak. En dan komt Jan Gerrit erin bij en dan staan we hier in het stuurhuis van een prachtige boot. Nou weet ik niet zeker wat allemaal van boot is, maar ik weet wel één ding zeker. Er staat hier een boot waar Albert net in zat en dat is een bootje van de gemeente Hogeveen. En daar weer hier weer alles van. Want waar is dat ding van de muk? Nou, een bootje van de gemeente Hogeveen, het komt van sloophout gemaakt uit het gemeentehuis. Dat is zo'n eind 60 jaar helemaal verbouwd en dit, komt dus, dit hout komt uit het oude bestaande gemeentehuis. Die is toen ook een stuk bij achter gezet. En dit is dus mahoniehout van lambriseringen en dergelijke wat er in het oude gemeentehuis zat. En kostte dat niks? Mocht dat zomaar verspiekerd worden dan die boot? Hij was verbouwd en de sloop het afval is van voor de bouwer. En of er nog goed of slecht afval is, beiden is voor de bouwer. Tenzij er dus uitgesloten is dat de opdrachtgever van tevoren zegt van dit of dat blijft van de opdrachtgever. Is dat niet moeilijk, mahoniehol te bewerken? Is dat... Het is... Dit was natuurlijk al heel oud, net zo oud als het gemeentehuis, dus het was wel deels uitgewerkt. En, maar het is... het is wel redelijk makkelijk voor dit doel te verwerken.
Ja, want ik bedoel het maar, iemand binnenkort weer een nee-body bouwen. Dat hopen wij. En dat wordt dan, als het goed is, van eikenhout. Bent er nog plan? We zijn met plan bezig, maar alles draait om geld. En, De stichting heeft geld nodig? Ja. Ja. Dus eigenlijk mensen, ja, als je hier komt, dan zie je dat ook. Dat geld heel nuttig en heel goed gebruikt wordt. Want, nou, je kijkt door de ogen uit. Ik ben geen schippersjongen. Ik bedoel, mijn vader heeft eerder een melkboot had. Dat is ook het enige wat als je had heeft. En dan denk ik bij mezelf van ja, ik weet er niet zoveel van. Maar als je komt en hij dan een beetje van marifoons weet. Of je weet een beetje van ankers. Of je weet een beetje van klokken. Of je weet een beetje van zijn materiaal. Hier me winnen. Ja. En als je nog een melkboot weet, die is ook welkom bij het toekomstige museum. Die jij nog niet? Nee. Maar we zijn kijken als we een haring zien kunnen opsporen. Ja, ja. Misschien zijn er nog mensen die erin weten. Dan hou je ons aan bijvoorbeeld. Nou, een olde melkboot. Jongens, zo moeilijk kan het niet weten. Al te veel steugert ervan. De gunsten richting Wittevenen door die kant op. Elem. Hij heeft nog een hele mooie. De Pullenvader. Moet ook vast. Zullen we eens kijken wat er last komt? Prima. Gaan we dat eens hem doen. Alto Veenstra. En Alto die is er ook bij de stichting. En ja, die heeft ook nogal een beetje kennis ervan. Want Alto, die waren vroeger werkzaam in Hoogvinnen. Ja, ik heb van 1975, dacht ik, tot 78 heb ik hier op de laatste echte scheepswerf gewerkt. Aan de Steffensonstraat. En dat was de werf die heette De Ruiter destijds. Ja, dat weet ik nog wel. Dan maakten ze ook nog wel mooie grote schepen toen. Ja, ik heb schepen gebouwd. Voor ons doen dan, hè? Ja, 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 maar wij bouwden jachten meestal. En dat was toch wel tot een meter of 23 hebben we gebouwd. Dat waren flinke schepen. Hoe ben je doorin gekomen in die scheepsbouw? Nou ja, ik kom uit de schippersfamilie. Een Hogeveense schippersfamilie. Mijn overgrootvader en mijn opa waren Hogeveense schippers. En ik heb het een beetje met de paplepel ingegoten gekregen. En ik hield ook van de schepen en de schepen bouwen. En mijn eerste bootje had ik toen ik 15 was, houten bootje. En toen ik die kocht, of kreeg, moet ik eigenlijk zeggen, van mijn vader. Toen bleek dat de bodem verrot was en toen kon ik aan de bak. En dat bootje, dat heb je toen zelf helemaal gerestaureerd? Toen heb ik dat bootje, heb ik een nieuwe bodem meegemaakt. Dat was een, zeg maar een BM'er, 16 kwadraat. En nou ja, dat is later mijn hobby geworden en vooral mijn vak in het begin. Ik heb later ander werk gedaan, maar het is nog steeds mijn hobby. En ik heb dus bij de Ruiter, deed ik daar het tekenwerk, zeg maar. Ik teken dan die boot, ja, dat doen jullie met een aantal mensen natuurlijk. Iedereen is zijn eigen deel, denk ik. Ja, het ontwerp van het schip zelf, dat was een bepaald ontwerp van een scheepsontwerper. Dat deed ik dan niet, maar ik maakte de tekening op ware grootte. En dan was ik ook afschrijver, zo heette dat. En ik maakte alle onderdelen van het schip, zeg maar, op tekening, op ware grootte, zodat het gebouwd kon worden. Op ware grootte, maar dat is groot. Aan jullie door zo'n groot prikbord? We hadden een spantenvloer, zoals dat heet. En dat was een hele grote zolder boven de kantoren. En dat schip van 23 meter waar ik het net over had, die kon ik in de volle omvang kon ik die op de vloer uitzetten. In het platte vlak uiteraard. Dat is best wel een boel te werk. Daar waren we 6 weken mee bezig met alleen die tekening maken. Op ware grootte. Ja, mijn ogen. Nou is er een spreekwoord. En dat spreekwoord dat kent iedereen. Vroeger waren de boten van hout. En de keels van staal. Later werden de boten van staal. Werden de keels toen ook van hout? Ik denk het niet. Is dat wel een beetje hetzelfde probleem? Ik denk dat die jongens die in het ijzer zaten of in het staal, dat die ook moesten buffelen. Alleen de omstandigheden waren iets beter dan in de 19e eeuw waar we het net over hadden. Toen die houten pramen hier gebouwd werden. Keken jullie door nog vaker naar hoe dat in elkaar zat? Want dat was natuurlijk wel een constructie die gewoon goed was. De constructie van de schepen die wij bouwden, die was in principe gelijk aan de constructie van destijds. Alleen een stalen schip heeft een wandje van 5 mm
En een praam, voor jullie begrip, de totale wanddikte met de spanten, dat was wel meer dan 20 centimeter. Wij hebben hier een heel mooi maritiem, oftewel een scheepvaartmuseumtje. En eigenlijk is dat nooit open. En dat klinkt heel raar. Maar het is onze verzameling voor de Drentse praam. En dat binnen we aan het uitbouwen. Tot wij uiteindelijk een locatie hebben waar wij dus alles kunt laten zien. Alleen op dit moment hebben wij dus de vaarfietstochten iedere dinsdag in juli en augustus. En onderdeel van die fietstocht is dat de mensen dan hier ook in onze expositieruimte komt. Maar dan is het ook open voor belangstellenden. Dus dan is iedereen is hartelijk welkom. En ja, hij zegt van mijn lussen, wij hebben een visite en wij willen graag met elkaar even op een regenachtige dag even er tussenuit met elkaar. Nou, bel mij en als ik thuis ben, dan doe ik graag de tent even open dat je komt kijken. Mijn telefoonnummer is 06-44-18-9958. En dan kreeg mij aan de telefoon Albert Wolting. Die vaarfietstochten, dat is een behoorlijk succes. En hij er aan middel doen, kan prima. Dan moet je dus hier melden bij punt H aan de Hoogstraat. Dat ben je wel vlak bij de tamboer. Daar kun je dus aanmelden en daar kun je inschrijven. En dan, er bent nog een paar dagen die dus nog niet helemaal volle boek bent. Want het laboren stormdrummen, dus daar worden we dus wel heel blij mee. En eigenlijk is het zo dat dat dus een proefproject is. Want in hoeverre is het nou haalbaar dat hij zoiets hier op de Hogeveense Voort hebt? Nou, dat willen we dus nou eigenlijk in met de leenboot, de Kaland, aan het uitproberen. En stel dat dat nou goed aanslaat, dan is dat des te meer zeg maar een reden om te zeggen van jongens, we moeten zorgen dat we een praam krijgen, zeg maar, waar we dat met goed doen. En daar wordt geld voor nodig. En Roelof die zei het al, van jongens, meld u maar aan. Maar dan moet je eens even op onze site kijken, www.dedrentsepraam. En er staat ook wat bij hoe hij ons sponsoren kunt. Dus beste mensen, bij voorbaat al hartelijk dank. En kijk, als hij sponsor wordt, dan heb je een bevoorrechte positie. Dus dan mag je vast een keer metvaren, zonder dat hij er ook maar wat voor hoeft te betalen. Nou, ik zal je vertellen. Kijk, ik zelf heb gewoon de instelling, ik vertrouw iedereen totdat het tegendeel blijkt. Gewoon klaar. Maar ongeacht wie, ja. De accountant die heeft de boeken gecontroleerd. Ja. En die vindt op het laatste momentje ergens onderin een laadje, vindt hij nog 1 miljoen. Ik denk, hoe is het mogelijk? Het is toch geen zakcentje of zo? Wij zeggen, jongens, dat moeten we niet doen. OZB wordt altijd verhoogd, maar nooit verlaagd. Dus alles wat erbij komt, gaat nooit meer eraf. Nee. Dat is gewoon vast te stellen. Dat is helemaal niet iets geheimzinnigs.